Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik je vertellen welke boeken ik heb gelezen in september. Ik heb er helaas niet zo heel veel gelezen, want het zijn maar 3 boeken. En dit had er ook wel mee te maken dat ik in september wat meer vermoeid was. En toen ik deze boeken uit had met een boek begon waar ik heel moeilijk doorheen kwam. Dus die ik niet meer uitkreeg in september. Maar desondanks ga ik je vertellen welke boeken ik heb gelezen en wat ik ervan vond. Dus mocht je benieuwd zijn naar mijn gelezen boeken van september, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. De 3 boeken komen uit 1 en dezelfde reeks. En ik vind het ook altijd fijn om dit soort boeken in 1 keer eigenlijk achter elkaar door te lezen, zodat ik lekker in het verhaal zit. Het eerste boek wat ik heb gelezen is het boek Op Heterdaad. En is geschreven door Danielle Carson. Het leuke is, het is een Nederlandse schrijfster, maar ze schrijft dus boeken die zich afspelen in het buitenland. Althans deze reeks. In deze reeks staan Violet en Nick centraal. Nick die werkt bij de politie samen met de broer van Violet en Violet die heeft zelf een hele leuke baan en woont samen met haar broer omdat hun ouders helaas zijn overleden. Hun band is dan ook best wel sterk, want het is eigenlijk, ze zijn de enige twee die elkaar nog hebben, zeg maar. Dus de rest van de familie hebben ze niet meer. Violet die is eigenlijk sinds Nick helemaal tot volwassen man is uitgegroeid, best wel onder de indruk van Nick. Alleen haar broer heeft daar heel duidelijk gemaakt dat ze niks met hem mag beginnen. En het geldt voor Nick ook. Het zusje van zijn vriend is eigenlijk verboden terrein. Dat is hem heel duidelijk gemaakt. Haar broer heet overigens Keith en is ook echt heel bezorgd als het over Violet gaat. En soms vindt Violet dat best wel benauwend, maar ze begrijpt waar het vandaan komt. Violet heeft eigenlijk best wel een leuk leven. Ze heeft vriendinnen, een leuke baan. Ze hoeft eigenlijk niet te werken, maar ze vindt haar baan gewoon heel erg leuk. En daardoor blijft ze het ook gewoon doen. En ze heeft eigenlijk wel plezier in het leven, ondanks wat er allemaal is gebeurd met haar ouders. Heeft ze het leven weer opgepakt. Zoals ik al zei, ze heeft dus eigenlijk best wel een groot hart voor, een grote zwak voor Nick. En ze kibbelen en plagen elkaar. En Violet denkt ook, dat is toch ook niet meer dan dat het is. Want hij zal mij altijd blijven zien als het kleine zusje van. Dan beginnen er eigenlijk pakketjes bij Violet binnen te stromen. En in eerste instantie is ze daar heel erg van onder de indruk. Want ja, het is natuurlijk altijd spannend als er een pakketje op je deurmat valt. Terwijl je weet dat je niks besteld hebt. Echter zijn die pakketjes niet zo leuk, want er zitten best wel dreigende boodschappen in. En Violet vindt het ook wel heel erg eng worden eigenlijk, maar ze is niet van plan om hieraan toe te geven. Nick en Keith denken er overigens heel anders over, want ze komen er al gauw achter dat Violet last heeft van een stalker. En omdat dit eigenlijk steeds verder uit de hand loopt, willen ze gewoon niet meer dat Violet naar buiten gaat en wordt ze eigenlijk als het ware thuis opgesloten. Ze moet stoppen met haar baan en helaas raakt ze die ook kwijt, want er is geen mogelijkheid dat deze baan open blijft staan totdat deze zaak is afgerond. En ze zit echt aan huis gekluisterd. Nick besluit dan ook om haar persoonlijk te gaan beveiligen en blijft eigenlijk om haar heen ronddwalen. En Violet vindt dat, ergens vindt ze het fijn om met Nick in contact te zijn, maar omdat haar gevoelens toch dieper gaan dan alleen de broer van haar vriend, blijft ze toch een beetje afstand houden en probeert ze zelfs een keer te ontsnappen. Tot Nick daarachter komt en hij haar vindt. En dan delen ze toch wel een romantisch moment met elkaar. Maar die wordt toch al snel verbroken omdat ze weten dat dit eigenlijk niet kan.
Stalking loopt echter wel sneller uit de hand en daardoor moet ze gaan onderduiken en gaat ze met Nick samen logeren op de ranch van de ouders van Nick, waar ze eigenlijk best wel een leuke tijd heeft en waar ze Nick ook weer van een andere kant leert kennen en waar haar eigenlijk ook wel duidelijk wordt dat de gevoelens van Nick niet ook alleen maar vriendschappelijk zijn, maar ook wel dieper gaan. Echter willen ze dit natuurlijk verborgen houden voor Keith, omdat ze weten hoe hij hierover denkt. Dan is Violet ineens in groot gevaar en komt Keith erachter dat Nick en Violet meer delen en wil die Nick nergens meer bij betrekken. Nick mag niet meer in de buurt komen van Violet. Hij mag nog wel helpen om deze zaak op te lossen, maar daarna wil hij eigenlijk niks meer te maken hebben met Violet. Als het dan volledig uit de hand loopt en het er echt niet goed uitziet voor Violet, komen ze uiteindelijk wel weer wat dichter bij elkaar. En is eigenlijk wel de vraag of dat Keith de relatie die Nick en Violet samen hebben zal accepteren. Ik ga uiteraard niet vertellen wie de stalker is en ook niet wat het heftige is wat er gebeurt met Violet. Maar ik vond het wel een heel fijn boek om weg te lezen en omdat er een goed verhaal in zat, trok me dat wel heel erg. Het volgende boek is het boek Met voorbedachte raden en is dus ook geschreven door Danielle Carson, omdat hij dus uit dezelfde reeks komt. Dit boek gaat over Allison en Allison is een regisseur met een missie, want zij wil zelf een taskforce opzetten tegen drugsgeweld. Want zij heeft als jong meisje iets heel naars moeten doorstaan en ze wil eigenlijk dat niemand meer dat kan meemaken en daardoor wil ze deze unit opzetten. Alleen om dit voor elkaar te krijgen heeft ze hulp nodig van Damien Richman. En hij is advocaat en hij is eigenlijk verdraaid irritant, arrogant, maar ook wel heel aantrekkelijk. Damien heeft jarenlang genoten van zijn vrijgezellenstatus en wil eigenlijk nu zijn positie bij het advocatenkantoor niet meer in gevaar brengen. Maar het imago wat hij jarenlang heeft gehad staat hem heel erg in de weg. Als hij Allison kon helpen, wil hij toch daar ook wel wat voor terug. En dan vraagt hij of Allison wil doen alsof ze zijn vrouw is. Want hij moet dus bewijzen dat hij een normale relatie kan hebben, alleen die heeft hij niet. Want anders kan hij zijn positie in het advocatenkantoor kwijtraken. Ze beginnen dus aan een nephuwelijk. En als zij daarin meegaat, wil Damien haar helpen om die taskforce van de grond te krijgen. Allison is eigenlijk best wel sceptisch, want ze vindt hem eigenlijk gewoon heel vervelend. Maar ze is ook wel heel vastbesloten om dit voor elkaar te krijgen, dus ze gaat mee in zijn plan. In eerste instantie stelt het niet zoveel voor, ze moet bij belangrijke gelegenheden opduiken. En zo gaat het eigenlijk best wel makkelijk. Ze hoeven alleen maar leuk met elkaar te doen als ze onder gezelschap zijn. En dat gaat ze eigenlijk best wel goed af. Ze hebben wel wat dingen doorgesproken, dat dingen wel op één lijn liggen. Alleen dan komen ze het zusje van Damien tegen. En die vraagt of ze dan ook naar het weekend komen bij hun ouderlijk tehuis. Damien zit het eigenlijk helemaal niet zitten, want hij komt eigenlijk daar al jaren niet meer omdat de band met zijn vader gewoon niet optimaal is. Allison daarentegen is heel enthousiast en ze besluiten dan toch om te gaan. Het wordt ergens een klein beetje voor Damien is het wel heel erg ongemakkelijk, want hij vindt het wel heel leuk om zijn zusje en zijn zwager te zien. Maar hij is absoluut niet blij met een nieuwe vrouw in het leven van zijn vader, omdat dit zijn ex is en zij is gewoon uit op geld. Zijn ex doet er ook best wel veel aan om aandacht van hem te krijgen, al negeert hij die compleet. En hij wisselt ook eigenlijk geen woord met zijn vader. Allison daarentegen heeft het superleuk met het zusje van Damien en voelt zich echt heel erg welkom in deze familie. En heeft het echt gewoon heel erg leuk. Ze gaat zelfs met zijn zusje wel dingen ondernemen en het is gewoon heel erg leuk.
Dan is Damien ook nog eens jarig en komt zijn andere zus die in een andere kant van het land woont ook nog eens langs. En dan is het feest helemaal compleet. Het is alleen wel, de deal is natuurlijk wel dat ze eigenlijk als hij zijn positie heeft teruggebracht in het advocatenkantoor gewoon zeggen dat ze gescheiden zijn. Alleen de genegenheid die ze normaal tonen alleen bij de mensen bij wie het hoort gaan ze nu ook naar elkaar tonen als er geen mensen bij zijn. En dit maakt het best wel verwarrend. Dan komt er eigenlijk best wel dan gebeurt er iets waardoor ineens alles weg is. Damien heeft Alice nog wel geholpen met de taskforce, maar in één keer alles wat ze dacht te hebben opgebouwd is weg. Omdat ze inmiddels toch ook wel wat gevoelens voor hem heeft weten te ontwikkelen. Maar ze is ervan overtuigd dat het niet wederzijds is. Wat er nou precies gebeurt, dat ga ik niet vertellen. Het is allemaal best wel gecompliceerd. Dan blijkt er toch wel een heel verleden achter te zitten. En of ze uiteindelijk toch nog de weg naar elkaar terugvinden, dat zal ik in het midden laten. Maar ook dit boek vond ik weer super mooi. Dan ben ik toe aan het laatste boek uit deze reeks die op dat moment uit was. En dat is Onder Surveillance, wederom geschreven, dus door Danielle Carson. Dit boek gaat over Keith. En dat is wel leuk omdat je hem al een beetje hebt leren kennen in het eerste boek. Nadat eigenlijk Violet, Nick en Allison de liefde hebben gevonden, is Keith eigenlijk zo chagrijniger dan ooit. De mensen waarmee hij graag uitging, die hebben ineens een relatie en hebben niet meer zoveel tijd om met hem dingen te ondernemen. Hij gunt iedereen het geluk van de wereld, maar alleen zijn is ook maar zo alleen, vindt hij. Keith stort zich eigenlijk volledig op zijn werk en dat is best wel hard nodig, want de stad wordt opgeschrikt door een bende geweld. En daar is hij best wel druk mee, samen met Nick trouwens. Keith die besluit ook regelmatig om naar het café te gaan en daar ontmoet hij ineens een mysterieuze dame. Eigenlijk kan hij haar daarna ook niet meer uit het hoofd zetten, maar hij heeft wel het gevoel dat ze een geheim met zich meedraagt. Deze mysterieuze dame is Ava Monroe. Ze heeft op het moment tegen Nick wel gezegd dat ze een andere naam had. En zij speelt eigenlijk al jarenlang de toegewijde beeldschone echtgenote van de burgemeester. Alleen haar leven is achter de gesloten deuren heel wat minder rooskleurig dan het aan de buitenkant lijkt. Als Keith Ava dan ook nog eens op het kantoor treft en erachter komt dat ze eigenlijk getrouwd is, is hij eigenlijk best wel boos. Want hij had haar gewoon niet herkend omdat ze vermomd was en zijn ego is best wel gekrenkt, want het was eigenlijk nooit de bedoeling om met een getrouwde vrouw aan te pappen. Ze houden het op kantoor dan ook best wel koeltjes, maar dan komen ze elkaar opnieuw tegen en is Keith eigenlijk een beetje boos omdat het in zijn buurt is wat ze daar komt doen. Ava heeft echt geen idee dat Keith daar woont en ze hebben het op zich wel weer even gezellig, alleen Keith blijkt toch makkelijk door het masker van Ava heen te kunnen prikken en heeft toch al vrij snel vermoedens wat daar achter die gesloten deuren afspeelt. Als hij polshoog gaat nemen samen met een collega van hem, met Allison, kunnen ze ook niet echt tot Ava doordringen en lijkt alles wel gewoon te zijn. Keith heeft er echt slechte gevoelens bij en hij zit ook nog steeds met die bende die hij heel graag wil pakken, maar wat niet zo makkelijk is. Als het dan ook nog blijkt dat iemand het op Keith gemunt heeft bij een schietpartij, komt het allemaal best wel snel in een stroomversnelling en komt er uiteindelijk wel uit de maal wie er dus achter die bende zit en wat er dus afspeelt bij Ava thuis. Het is ook best wel heftig.
Ik was wel blij dat er een waarschuwing zat bij dit boek, omdat het er geweld in voorkwam. En ik vind het dus wel fijn dat er een waarschuwing bij zat van, ja, als je dat niet goed kunt hebben, dat je in ieder geval de keuze kunt maken om het boek niet te lezen. Het viel mij persoonlijk nog wel mee, al was het natuurlijk wel heel heftig. Ik zal niet vertellen wat er achter de gesloten deuren bij Ava plaatsvindt en wat er dus allemaal aan de hand is met die bende, want daarvoor zou je het boek zelf moeten lezen als je dit mooi vindt. Maar ik vond het wel een heel erg mooi boek. Er is nog één boek die ook nog uitkomt, nog een deel uit deze reeks. En ik kan eigenlijk niet wachten tot die uit is om die ook te lezen, want ik ben wel heel erg benieuwd over wie dat boek zou gaan en wat voor spannend verhaal dat weer met zich mee zal brengen. Nou, dan waren dit dus al mijn gelezen boeken van september. Ja, helaas dus niet zoveel, maar ja, soms heb je in de maand dat het gewoon eventjes iets minder gaat. Ik heb van deze boeken in ieder geval heel erg genoten. En ik ben eigenlijk benieuwd of jij wel eens een van deze boeken hebt gelezen, of dat je misschien naar aanleiding van deze video denkt, ik ben benieuwd geworden naar die reeks. Ik vind het echt een aanrader, maar het moet natuurlijk ook je ding zijn, want iedereen houdt van een ander genre. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken of op mijn kanaal zelf, er staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je een melding zodra er een nieuwe video online staat en hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doei!